Scheveningen komt weliswaar moeilijk tot scoren deze competitie. Het krijgt ook weinig tegen. Ze zijn de op 2 na minst gepasseerde verdediging. Maar die goal, daar zitten ze natuurlijk nog op te wachten. En ze gaan voortvarend van start. Bal aan de zijkant met een voorzet. En dan is daar Rodi van de Putten. Ja, 1-0. 454 minuten hebben ze erop moeten wachten bij Scheveningen. Maar de scheepshoorn mag weer klinken voor het eerst sinds 25 mei. Rodi van de Putten, overgekomen van FC Lisse, zet de thuisploeg op 1-0. Maar dan neemt Rijnsburgse Boys toch al gauw het heft in handen in deze wedstrijd. Hier is Spruit. Schotje net naast van doelman Zonneveld, die boos is op zijn verdediging dat daar zomaar geschoten mag worden. Maar Rijnsburgse Boys heeft het goede gevoel te pakken in deze wedstrijd. Hier wederom Spruit, vaak de man van wie het voetbal moet komen. En die ziet Dani van der Moot vertrekken. De lange bal, dan wordt daar achterin niet goed op geanticipeerd. En dan is daar de 1-1 van Dani van der Moot in zijn eerste basisplaats voor Rijnsburgse Boys. De man die overkwam van FC Volendam. Goeie bal van Spruit. Dan zit De Jong daar mis. Loopt Van Koesveld er eigenlijk voorbij. En Dani van der Moot is het meest attent. Spruit weer met Van der Moot. Bal komt er niet door. Dan teruggelegd. Van Dongen naar Tillema. Wederom net naast. Joel Tillema, de man van de week eigenlijk, maakte een hattrick in de bekerwedstrijd uit bij Noordwijk. En het bijzondere is dat hij dat allemaal vanaf de stip deed. Dan hier Van Dongen. Weer net naast. Ze moeten die hoek wel hebben. Al de derde keer dat de bal daar net naast het doel van doelman Zonneveld gaat van Scheveningen. Dan kort voor rust. Scheveningen in een spaarzaam moment op de helft van Rijnsburg. Zwiebe. Dan een slim balletje. Akdoğan. Op de lat. Mehmet Aldoğan. Wat scheelt het? En dan gaan we rusten met een 1-1 stand op Sportpark Houtrust. Zwiebe. Goeie combinatie met Van der Putten. Aldoğan ziet Peters naast hem opkomen en houdt het overzicht. Peters mag hem afmaken en het is 2-1 voor Scheveningen. Goed de rust bewaard door Aldoğan. En Peters, 34 jaar alweer, met zijn eerste minuten van het seizoen. Dan Dani van der Moot. Gaat om de vlucht heen. En vindt de verre hoek. Scheveningen heeft maar 3 minuten mogen genieten van de voorsprong. Want hier is wederom Dani van der Moot. Opgeleid bij AZ en PSV. En doet dit heel goed. Zonneveld kansloos. Tillema. Met de opgekomen stoker. Van der Moot. Oh, andermaal voorbij de vlucht. Goeiedag. Goeie voorzet. 2-3. Voorsprong voor Rijnsburgse Boys. En wat doen ze dat goed? Van der Moot natuurlijk aan de basis van de goal. En Spruit die inloopt bij de tweede paal. Dan Scheveningen weer. Slordig in de balbehandeling op het middenveld. Doelpuntenmaker Spruit. Maakt meters. Eerste paal. Dani van der Moot. De rollen zijn omgedraaid. Net was Van der Moot nog de aangever op Spruit. En nu vice versa. Van der Moot met zijn hattrick. Wat een start voor zijn eerste doelpunten hier bij Rijnsburgse Boys. 2-4. En dan krijgt Scheveningen ze toch wel hard tegen. Nadat ze in de competitie eerder nog zo'n hechte verdediging hadden. Vrije bal. Magan. 2-5 met een raket in de verre hoek. Net ingevallen voor Jairo Schet. In de hoek van de keeper. Maar dit kan je Zonneveld toch moeilijk verwijten. 2-5 Scheveningen-Rijnsburg.